interessante interviews met wijkbewoners. Een stel gekke jongens die een project doen. Ja mensen, Darwers City dus. Eigenlijk weten we nou niet echt precies hoe het gebouw eruit ziet. Hoe ziet het gebouw eruit? Wat kunnen we er doen? Eigenlijk een kleine reportage over het gebouw. De mal en dat gebouw dat ernaast staat. De POAX. The world is spinning too fast. I'm finding that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'm good in a happy mood. De voorbereidingen gaan we nu even bekijken. Er gebeurt niet zo heel veel, hè? Op het veld wel. Een kleine reportage van Marcel Koning. Hoe is het met de stamppot gesteld? We gaan even kijken. Deze is het beste, weet ik zeker. Hier. Ik zei het toch? Oh, ik hoor niks meer. Ik snap het. Je mag mij alleen filmen. Hey, en wel heel voorzichtig met die camera, want dat is een hele dure camera. Ja, dat weten we. En dan van de kant, want de bus gaat af.
Harm, Harm, je hoeft niet op de foto. Harm, rustig. Nee, ik praat namelijk, want ik heb het druk. Heb je heel druk? Straks mag je... Niet heel even. Vertellen, maar straks mag... Ja, even op de foto. Ja, allemaal dankjewel. En dan ga ik gauw weer verder. Goed, ja? Oké, nou, we zien dat u echt heel druk bent. Doei, Harm. Toch jammer. Terug naar jou, Felix. Een kleine reportage van Marcel Koning. Echt hier? Ik ben aan het zoeken naar een nummer, maar ik kan niet vinden. Nummer 460. Oké. We hadden een vraagje aan u. Ja, inderdaad. Woont u hier? Hier niet. Ik woon in de Vijfhoek. Oké, hebt u last van je hangjongen of zo? Nee. Nee? Nee, niet. Nee. En hoe vindt u stamppot? Hoe bedoel u? Stamppot. Vindt u dat lekker of... Stamppot? Ja. Ik vind alles lekker. Ja, want wij gaan hier namelijk op het veldje hiernaast gaan we een stamppottenfestival houden. En dat is omdat we een nieuwe hangplek gaan openen voor hangjongeren. Komt hier te zitten? Ja. Vindt u dat erg? Ik niet. Nee? Ik heb er geen last van hoor. Als ze mij maar niet lastig vallen, vind ik alles best hoor. Oké. Dag mevrouw. Weet u wat er aan de hand is hier zo? Weten we niet. Bent u benieuwd? Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, waarom? Nou, hier is een stamppottenfestival. Ja. En dat is ter gelegenheid van de nieuwe hangplek. Hangplek voor de jongen? Ja, want ja... Prima. Ja, vind ik wel leuk. Heeft u veel last van hangjongeren? Nee hoor, ik niet, want ik woon hier niet. Zij woont. Oké, heeft u last van hangjongeren? Soms wel, ja. En wat doet u dan? Gewoon vriendelijk vragen of ze wat rustiger willen zijn. En meestal luisteren ze wel.